Yo, mensen, genoemde keer. Vandaag zijn we terug met een nieuwe video van The Sims 4. Hartstikke leuk, zitten we hier ook. Nou, die kat is er en het wordt meteen een ellende en bende. Nou ben ik geen dierenbul, maar ook geen dierenfan op dit moment met The Sims. Ik wil gewoon één kat. En nu heb ik hier al gigantisch veel katten en een rommelkont over de vloer. Dus wat ik ga doen, die katten die hebben geen eten. En ik ben gewoon eens benieuwd hoe dat gaat. Of zou dat zielig zijn? Ja, ik kan die beestjes ook niet besturen. Wat? De kat zit allemaal daar. Oké. Nou, blijf ook maar lekker daar zitten. Het is een beetje kak in ieder geval allemaal. Zij gaat even lekker slapen. Dat is wel even belangrijk. Ze zit een beetje te eten en te doen. Het wordt meteen een rotzooi. We gaan ons huis verbouwen natuurlijk. En ja, we moeten gewoon even kijken hoe we dat gaan doen. Al die kat op de bank en zo. Het is natuurlijk nu al een ellende. Maar hoe we dat verder gaan doen, dat weet ik nog niet. Het is nu licht, dus ik denk dat het wel het leukste is om nu te gaan beginnen. We moeten een kinderkamer hebben. En ja, hoe ziet ons huis er nu uit? Laten we gewoon dat eens even kijken. Ja, we hebben nu dit zo'n simpel huis inderdaad. Het liefst gooi ik alles plat natuurlijk en dan doe je het even helemaal opnieuw. Beetje zonde, maar we hebben nu vet veel geld. Dus we kunnen nu wel wat leuks bouwen. Ik ga opnieuw bouwen, denk ik. Is dat slim of niet? Ja, dat kan toch best? We kunnen toch gewoon hier opnieuw gaan bouwen? Gewoon een tweede huis. Ja, dat vind ik eigenlijk ook niet zo'n slecht idee. Zijn jullie ook in? Ja, zullen we dat gewoon doen? Dan gaan we dat gewoon doen. Eens even kijken. Muurgereedschap, ruimtegereedschap, aangepaste gereedschap. Nou, nog een lekkere muur zetten natuurlijk. Ja, dit is een leuke, dit is een lastige. We moeten een muur bouwen, maar ik wil ook een kelder. Dus we beginnen met de kelder dit keer. Dit is onze kelder. Hoe zie ik die dan? Oh, dat is wel heel naar hoe je die ziet. Aangepaste kelder. Vierkante ruimte. Aangepaste ruimte. Oké, nou daar komen we dan later wel weer een keer op terug. Best. Ik zie namelijk niks. Laten we gewoon eens beginnen met een huis over zo maken. Nee, dat vind ik niks. Ik wil een beetje hier, want dan wil ik in de voortuin juist mijn ding hebben. Ik wil eigenlijk een L-shape huis hebben met in het midden een zwembad. Wat denken jullie? Ja, nee, dat bedoel ik echt. Dus we moeten ons huis bouwen in de groei, zullen we het maar zeggen. Want het huis wordt nog veel groter. Dus we beginnen gewoon simpel. Maar dan zeg maar, dit huis gaat dan die kant op door zo. Snap je? En dan kom je hier binnen en dan heb je allemaal kamers en dingen. Wordt heel vet, dat is heel vet. Oké, die muur hier tussen doen we even weg. Ik wil een beetje een open huis hebben, dat vind ik leuk. En hoe gaan we dit aanpakken? We hebben bijvoorbeeld hier een woonkamer en dan kunnen we hier slaapkamers in kwijt. Dat kunnen we een beetje verdelen. Dus voor nu doen we dit zo. Oké. Ja, dit is vet. Dit is vet. Dat is een leuke indeling. Doen we hier een badkamer. Een slaapkamer en een kantoorkamertje. Ja. Oké, dat is wel leuk zo. Dan komt hier de hal. Hier is de hal, kom je gewoon binnen. Maar dat houden we gewoon een beetje open. Dat het een beetje openachtig is. Dus dan doen we zo'n muur en zo'n muur. Dat vind ik wel leuk. Kunnen we het een beetje open houden, kunnen mensen lekker er doorheen wandelen. Dat is gaaf, dat vind ik heel erg gaaf. Oké, een vloer, een mooie vloer erin. Ik hou wel van een beetje grijzige vloer, wit-grijs. Wat hebben we hier voor kleuren allemaal? Kan ik deze in één keer plaatsen hier? Ja, ik denk het wel. Dit is wel het mooiste zo. In de woning of in de slaapkamer is het wel gaaf om een wat donkerder pakket te doen. Dat is gaaf. Zo, die doen we allebei wat donkerder. En dan doen we de badkamers. Wat lastiger wordt dit. Zo, zwart. Ja, dit vind ik ook wel gaaf eigenlijk. Dit doe ik in de badkamer een keer. En dan doen we de muren. De muren zijn natuurlijk ook belangrijk, hè? De muren zijn belangrijk in een game als dit. En dan kunnen we dit straks allemaal verkopen en slopen. Dus daar zijn we nog best wel met. We hebben een beste taak hier aan. En dan bouwen we, als we geld over hebben, het tweede gedeelte van dit huis hier zo aan. Dus dat wordt wel leuk. En dan hebben we gewoon een groot huis met een grote familie die we daar kunnen stichten. Niemand heeft namelijk zo'n grote hal. Even kijken.
Ja, hoe gaan we dit oplossen hoor? Even goed nadenken. We moeten natuurlijk nog muurbehang hebben. Muurbehang, mooi woord ook. Tegeltjes. Ja, dat vind ik deze toch wel mooi altijd. Dus die hou ik hier dan wel. Binnen. Nee, binnen moeten we een beetje wittig hebben. Maar ook weer niet. Dus even kijken. Schrootjes. Nee, dat vind ik dan weer niks. Steen vind ik ook weer niks. Dat is ook niet leuk. Dit is ook niet leuk. Gewoon behangetje dan. Hebben we een leuk behangetje. Dat we zeggen van nou, daar kun je mee voor de dag komen joh. Dat is mijn partij mooi hé. Oké, gewoon wit. Best doen we wel gewoon wit joh. Hè, omdat het weer niet anders kan hè. En dan een verfie. Een verfie op de sleepkamer. We willen altijd een beetje blauwe. Hadden we een beetje blauwig? Nee. Donkerbruin. Ja, doen we voor donkerbruin hier zo. Deze kamers hier. En dan hadden we nog een vloertje trouwens. En die doen we dan... dit was het studeerkamertje. Die doen we gewoon groot. Om even de kleur te breken. Een beetje de kleur breken, dat is wel leuk. Oké, de buitenkant moeten we nog even verven trouwens. Een belangrijk iets. Zo, buitensteentjes. Doen we gewoon dezelfde kleur als die. Ja, dat kan wel. Zo. We moeten natuurlijk nog een heel dak erop gooien en zo. Dus dat wordt allemaal nog wat. Maar dat is wel leuk. Misschien doen we nog een tweede verdieping erop, maar dan wordt het wel heel groot hoor. Oké. Het leuke is dat ik eigenlijk gewoon alles ga verkopen. Dus ja, dit gaat allemaal weg. Oh, arme zooi allemaal, ja. Ik verkoop gewoon echt letterlijk alles gewoon. Het wordt allemaal nieuw, beter, mooier, cooler, vetter, gaver. Oh, ik kan ook gewoon in één keer alles verkopen. Oké, daar sta je dan buiten met je niks. Ah, nice. Oké, dit wil ik zien. En dan wil ik deze kleuren nog eventjes doorbrengen, want dit ziet er niet uit. Oké. Zit alles goed zo? Ja, dat is nice. Dit is perfect. Dit is wat we willen. Raampjes. Ramen zijn belangrijk. Ik wil witte ramen. Witte, mooie, grote ramen. Dat vind ik altijd mooi. Witte, lange ramen. Oh ja, dit vind ik gaaf. Het is wel de badkamer, hè? Dus dat is dan weer jammer. Ja, kunnen we best doen. Zo, dit vind ik wel gaaf. Gewoon heel veel ramen. Weet je, ze zien ons wel zitten daar, maar wat maakt ons het uit? Zo kan ik hem mooi draaien. En in die hoek... twee overslaan en twee overslaan en dan daar. En in het middelste kamertje niks, dat is wel jammer. Weet je wat? En dan doen we deze hier. Zie je, we hebben wel een hele hoop ramen daarin zitten, maar dat maakt het huis wel lekker licht. Dus dat is dan wel weer leuk, op zich. Even kijken, doen we hier net zo. Gewoon even een paar ramen erin zo en dan is dat allemaal goed. Hartstikke mooi man. Daar nog eventjes. Hoeveel geld hebben we nog? 63.000. Oh. Hier wil ik eigenlijk echt schuifpuien in hebben. Kan dat ook? Groter nog. Waarom kan ik hier... Ja, oké. Oh ja, dit is perfect. Zo, ja, dit is goed. En dan wil ik hier niet een schuifpui hebben, denk ik. Maar een deur... En wat is een mooie deur, dat weet ik nog niet. Maar dat doen we dus zo en dan komt er een deur. Deur. Een mooie deur. Wat is een mooie deur die erbij past? Dit vind ik denk ik wel een mooie deur. Kijk, nu wordt het hele feest al beter. Kan ik ook grotere deuren plaatsen? Oh, maar dit is ook gaaf. Moet de verdieping hoger zijn? Ah. Allemaal al te hoog. Oké, serieus? Allemaal te hoog, ja? Oké. Nou, dan plaatsen we gewoon deze hier. En dan kan ik dan nog een klein raampje hebben of zo, die ik daarboven kan plaatsen. Dat zou wel leuk zijn. Ah, dat kan net niet, hè? Daar word ik net in genaaid. Dat is jammer. Dat vind ik serieus jammer, want dit vind ik wel mooi zo. Alleen het staat niet mooi als het niet kan. Even kijken, hebben we nog een ander raam die dan wel erbij past? Nee. 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 Even kijken, dan moeten we er even een klein raampje naast plaatsen. Dit is allemaal te groot. Dat is bijna oké.
Oeh, dit is wel nice. Als daar ook die deur dan in komt. Lastig, echt. Weet je, Sims is eigenlijk maar een lastig spel. Je zit altijd gewoon te kijken en te doen en denken van, maar ja, nee, ja, nee. Ik denk dat ik dan voor deze of zo ga. Gewoon een simpel raam. Weet je wat? We doen gewoon apart, zoals we daar ook deden. Waar is dat ene raam die we hadden? Die. We doen het gewoon. Gewoon omdat het kan. We doen het gewoon. Lekker veel licht binnen is nice. Daar houden we van. Gewoon een beetje lichthuis. Dat is mooi. Oké, een dak erop creëren. Even kijken, dan doen we dit. En die doen we denk ik gewoon hier zo op plaatsen, heel simpel. Zo. Mooie overstek erop, dat is wel gaaf. Nee, dat is niet gaaf. Gewoon normaal. Is dit er gewoon normaal? Ja, dit is denk ik gewoon normaal, hè. Ja, ziet er goed uit. Oké, dan trekken we deze naar achter tot gewoon, weet ik veel, daar. Normaal, gewoon, ja. Oh, ho, ho, ho. Dit is goed, dit is goed. Oké. Oh, die moet nog even weg, jongens. Zo, en dan pakken we nog een puntdakje hier. En die draaien we ook. En die plaatsen we dan gewoon ook normaal. Dus dat is zo. Nee, dat is niet mooi. Zo, hier erin. Iets omhoog. Ah, dit is oké. En dan moeten we alleen even de muurverf hebben, de goede. No problemo. En dan even kijken. Wat hebben we hier? Ja. Oké. Ah, dit is wel stylish hoor. Dit is wel lekker dit. Dit is wel lekker. Dit is een mooi huisje. Nou gaan we echt gewoon hard. Perfectos. Even kijken. Dan doen we deze weer dicht zo. Dit mag wel zo. Dan zie ik een beetje de wanden. Dat geeft wel wat meer sfeer. Beelden. Oké, een bed. Nou, een goed bed is belangrijk. Wat is een goed bed hier zo? Ik denk dat dit wel een goed bed is. En het ziet er ook wel strak uit ook. Oké, even kijken. Wat kleuren hebben we allemaal hoor. Zwart-grijs vind ik altijd wel echt heel vet. Wordt dit de slaapkamer voor de ouders? Dat maakt eigenlijk niet echt uit, hè? Alleen dat raam daar staat dan weer net niet mooi. Oké, dan doen we deze zo plaatsen. Oké, vooruit, vooruit. De kinderkamer, nou die komt hier. We zijn stylische mensen, dus we hebben natuurlijk niet echt een mooie kinderkamer op dit moment. Maar dat komt nog wel. Dat komt nog wel, dat komt wel goed. Even kijken, een leuk nachtkastje erbij. Wat is een leuk nachtkastje wat een beetje mooi is? Ik vind dit denk ik wel leuk. Ik denk dat ik dit wel leuk vind. Maar dat past helemaal niet meer. Haha, we hebben het eigenlijk te smal. Hoe kunnen wij dat oplossen? Hoe kunnen wij dit oplossen door dit minder smal te maken? Ja, maakt niet uit, we houden het gewoon zo. We hoeven het niet te hebben. Spiegeltje. Even kijken, zo in de hoek zo. Nee, dat kan gewoon niet, serieus. Het staat nou juist mooi. Oké, dan plaats ik hem zo. En een gordijntje voor het raam. Een smal gordijn. Dat is wel een heel smal gordijn, jongens. Dat vind ik geen mooie kleur. Kunnen we die in een andere kleur kiezen? Het is net te smal, hè? Ja, nou ja, weet je het best. Het is ook prima zo. Schilderijtje op het kamertje, zo hartstikke leuk. Wat is mooi. Wat is een mooi schilderij? Ik wil wel even een mooi hebben. Dit vind ik wel mooi. Die kunnen we helemaal niet aanklikken. Dat is weer fantastisch. Zo, hebben we dan een schilderijtje op het kamertje. Dat maakt het even net... Holy moly! How big can you make it, man? Jongen, jongen, jongen. Ja, hier komt de tv trouwens. Laten we dus gewoon even daar naartoe gaan. We hebben een bed, dat is best. Voor nu... Goed, dus gewoon voor nu perfect. De keuken. Kijk, en nu denk je, waar ga je de keuken plaatsen? Dat wil ik dus hier doen. Dat vind ik gaaf en een kookeiland. Dat had ik net geen geld voor, maar ja, nu wel. Dus dan vind ik dat leuk. Wat is een mooi blad. Ik vind dit zwart wel gaaf, zeg. Dit is echt wel gaaf. Niks aanricht. ja, dit vind ik wel een gaaf iets. Maar ik vind dit ook wel mooi. Even kijken. Even kijken hoor. Ik wil gewoon even. Ik maak hier een kookeiland en we zien wel hoe het staat. Dus dit is eigenlijk net het smal, man. Tja, ik dacht, nou, dit is goed met de ruimte zo. Dit gaat wel lekker, maar dat is moeilijker dan ik dacht. Dan komt hier namelijk die rand en dan komt hier ook een kookeiland. En dan krijg je dus eigenlijk al een gat dat erin valt. Tenzij we deze muur hier weg zullen halen. Wat we dus ook gaan doen in dat geval.
Ik denk dat we dan wel de boel gewoon kunnen fixen. Dan hebben we meer ruimte, dus dan kunnen we dit kookeiland verplaatsen. Kijk, als we die gewoon even één verplaatsen zo. Ja, komt die. En plaatsen we deze. Hebben we nog een andere kleur dat mooier is? Zwart. Zwart blad vind ik eigenlijk mooier. Oké, dan gaan we dat even doen. Zo, en deze hadden we met zwart blad. Ja, perfect. Even kijken, want dan willen we aan die kant willen we hem dicht hebben. Want dit zijn gewoon keukenkastjes. Ja. En dan doen we, even kijken, als we deze de andere kant plaatsen. In de hoek de koelkast. En dan en een gasfornuis. Ik moet deze sowieso even allemaal opschuiven. Zo, zo en zo. Dat is wel een fix kookeiland dan, ik weet het. Maar het is ook wel weer leuk. Deze draaien we. Zo. En dan moeten we wel het zwarte blad hebben. Het zwarte blad, nee, het zwarte blad. Ja. Yeah. Kijk, en dan wordt dit gewoon een bar. Dus daar kunnen we dan ook nog aan zitten ook. Dan hebben we echt een kookeiland, weet je wel. Dan kan niemand ons meer zeggen van, nou, dat is wel een klein keukentje zeg. Goedemorgen, dit is met een ding. Even kijken, hebben die een andere kleur? Betrouwbaarheid een 8. Hebben deze in het zwart of zo? Oeh, dit is wel echt heel gaaf zeg. Oh, dat is wel vet. Dit is ook wel leuk, zo'n ouwe. Zullen we voor die ouwe gaan? We gaan voor die ouwe. Die doen we dan hier zo plaatsen, zo ertussen. Ja, dat is wel leuk. Gewoon een heel oud gaststelletje ertussen. Dat heeft ook wel weer sfeer, hè? En een leuke koelkast moeten we hebben. Maar wel ook een ouwetje. Die past hier wel bij. Nou, een beetje de oude sfeer erin. Dat is goed. Ik hoop dat het ook echt een koelkast is trouwens. Vrieskist. Vintage koelkast. Nice. Ja, dat past wel een beetje bij elkaar. Ja, zou ik het niet doen? Ik vind de koelkast... Nee, ik vind hem niet mooi. Maar weet je wat? Ik kan beter even dit doen. Zo, dan heb ik mijn geld weer terug. Anders ook. Deze doen we. Die kan niet. Ai. Oh, deze is wel heel duur. Chillbox. Kunnen we die in het zwart doen? Oh ja, perfect. Ja, dat vind ik goed. Staat even net wat strakker. Ik vond het anders net iets niet te straks aan. Oké, dit is perfect. Dan moeten we een wasbak hebben. En daar hou ik wel van om een mooie wasbak te hebben. Kijk, met die gouden tinten, die kunnen we dus gewoon weer erin terugkrijgen. Dat is geen probleem. Dan kunnen we hier ook gewoon de aanwas doen. En dat is nice. Dat is perfect. Wat willen we nog meer? Een goede magnetron. En professionele borden poetsen. Ja, sorry, die komt hier ook sowieso. Nou, die komt er even te staan. Hoe duur was die eigenlijk? Oh, gelukkig niet te duur. En dan een mooie koffiezetapparaat en een goede magnetron. Maar jammer dat ik die hier niet op kan zetten, eerlijk gezegd. Die zet ik dan daar even in het hoekje neer. We daar gewoon een beetje snijden en dan kunnen we hier ook een beetje aan de gang. Dat is goed. En dan wil ik nog een lekkere espresso-trein, koffiezetapparaat van Peer. Die zetten we hier al ergens neer gewoon. Oh, perfect jongens. Dit is een mooie keuken zo. Mooi blad. Heel gaaf, heel gaaf. Oké, coole krukjes. Wat zijn coole krukjes? Dit zijn wel strakke krukjes, ouwe. Dit zijn strakke krukjes. Ik ben hier helemaal in mijn apropos hoor. Bruine kleur past wel erbij, denk ik. Kijk, wat hebben we hier nog meer? Geel, blauw. Willen we er een blauwe tint doorheen gooien? Dit is ook wel gaaf. Oké, dan doe ik deze. Gewoon omdat we daar dan een hele vette keukentafel hebben. Of ja, dit is niet de keukentafel eigenlijk. Die komt hier namelijk. Maar het gaat om het idee. Oké, een prullenbak. Dat is wel een goede prullenbak, denk ik. Oh, dat is een lelijke prullenbak zeg. Kunnen we niet gewoon een normale prullenbak hier plaatsen? Die gewoon hier al in het systeem past. Gewoon een beetje. Ah, deze is wel gewoon strak. Oké, ja, het hoort erbij, prullenbak jongens. Dus ontkomen we niet aan. Nou, we hebben nog 47.000 over, dus we doen het nog redelijk goed. Even kijken, wat zwevende kastjes. Hebben we kastjes die hierbij passen dan? Ja, deze. Eigenlijk vind ik dat helemaal niet mooi. Oké, doen we die daar. Ik weet niet waarom, maar...
Nee, ik vind het niet mooi. Ja, dan gewoon lekker weg. Daar doen we helemaal niks. Daar gaan daar namelijk gewoon een kunstwerk ophangen of zo. Dat is veel gaver. Het is misschien wel leuk om deze bruin te hebben zo. En dan een beetje draaien. Hoe kan ik deze hier leuk neerzetten? Doen we die daar zo nog neerzetten. Dat is wel leuk. Dit is ook wel lachen zeg. Zo'n pannenset die daarboven hangt zo. Dat is wel lachen, maar je stoot je kop. Oké, laat maar zitten. Dat komen we goed. Doen we een andere keer. Hebben we niet een kleinere versie van dat of zo? En dat zou wel leuk zijn. Wat is dit? Die hangt echt wel heel erg laag. Dan doen wij een keteltje hier neerzetten zo. Dat staat allemaal zo in de weg, hè? Nee, dat doen we niet. We kijken wel een andere keer. Dat komt wel goed. Dit is allemaal mooi, mooi, mooi. Dit is wel heel gaaf, maar het is wel voor de bowlingbaan. Dus daar hebben we niks aan. Dat is wel leuk, maar dat is voor de bowlingbaan. Daar hebben we helemaal niks aan. Nee. Het is wel leuk om een leuke kast te hebben hier of zo, weet je wel. Die dan daar staat met spulletjes. Maar het moet wel passen, dus het is wat preciezer. Wat is dit? Zit er wijn in of zo? Direct die grot. Nectarkoeler. Oké, dat hoeft niks. Trofeekistje. Oké, dit is nog meer. Set. Legendarische hittelamp. Servieskast. Dat is nog wel vet. Dat is echt lelijk servies wat erin staat, jongen. Dat is het servies. Het servies. Zwarte kast. Donkerbruine kast. Het is wel gaaf. Oké, die zetten we dan daar neer. Dat staat daar gaaf. Dat staat daar heel vet. Oké, ik ga even helemaal ergens anders heen. Ik ga even een keukentafel kopen. Een keukentafel. Een reusachtige eettafel. Vind ik niet echt een hele mooie tafel. Deze vind ik wel strak. Dit vind ik nog wel leuk. Dat is allemaal te rond. Dit is wel gewoon een strakke tafel dan. Het is wel gigantisch groot, zul je zeggen. Dat klopt. Ik heb liever iets kleiner namelijk. We hebben een iets kleinere tafel die erom wel past. Een mooie, die past tafel. Een tafel die mooi is en past. Glas is ook een mooie tafel hoor. Dit is ook wel leuk. Als we deze in zwart kunnen hebben. Dit vind ik wel gaaf. Dit is wel apart. Dat is ook groot, maar we doen het ermee. Ik denk dat eentje hier omheen beter is. En dan mooie stoelen erbij. Dat is altijd belangrijk, want dat maakt het een beetje af natuurlijk. Dus we moeten een beetje gewoon mooie stoelen hebben die passen. Dit is wel lastig weer hoor. Dit zijn allemaal hele sierlijke stoelen, weet je wel. Dat vind ik dan weer niet mooi. Kan ik deze een andere kleur krijgen? Zwart, rood. Ik denk dat dit juist wel gaaf is om er een rode tint in te geven. Ik ben zelf niet fan van een rode kleur. Die hebben wel een ruimte nodig. Oké. Zo. Dit is wel heel apart. Ik had echt het gevoel dat deze stoelen hier aan konden schuiven, maar dat doen ze niet. Dus daar is iets niet goed aan deze tafel. Even kijken. Keukentafel. En wat anders zoeken. Nee, dit kan wel, zie je. Dus dat is net even anders. Nee, ik wil geen rode tafel. Dat is denk ik niet mooi. Ho. Oké, kom op. Kan deze? Kijk. Dit is beter. Dit is wat we nodig hadden. Want dan kunnen de mensen nog gewoon er langs lopen terwijl ze hier eten. Kijk. En dan vind ik wel vet. Die rode tint die dan in terugkomt, die kunnen we ook weer in de bank terug laten komen of zo. En dan hebben we een beetje de bruine en alles door elkaar heen. Alrighty then. Nice. Een mooie lamp die erboven hangt. Dat is wel leuk. Maar dan moet je wel een mooie lamp kunnen vinden, hè? Nee, dat vind ik niet mooi. Dit is wel leuk. Maar het zijn kaarsjes die erop staan. Dus oké. Dat is gaaf. Wacht, nee, ik wil even Ctrl-Z. Rode kaarsjes erop. Oké, nice. Man, we zijn echt flink aan het bouwen, jongens. Sorry daarvoor. Ik ben even helemaal in mijn apropos. Ik vind het altijd wel leuk namelijk om een beetje gewoon te bouwen en te doen.
Ik vind het niet zo'n mooie lamp. De vorige keer hadden we deze lamp, dacht ik. Die kunnen nu ook wel weer. Die kunnen nu zeker wel weer, ja. Dat vind ik wel gaaf. En dan kunnen we die nog een keer hier doen. In de woonkamer. Dan hebben we dat een beetje zo overal hangen. En dan doen we hem ook nog even boven de keuken. Zo. Zie je, dan komt hij wat vaker terug. Nee, in de hal doe ik een andere lamp. Maar je begrijpt hem. Oké, dit is nice. Dit is perfect. Nou, hebben we even een lekkere slaapkamer of lekkere bank nodig. En ik hou wel van een beetje een strakke bank. Een lekkere strakke bank. Maar ook weer niet. Het moet een beetje speels en ertussenin zitten. Hij is weer te rood. Dat vind ik wel weer net dat ik zeg van... Dit is wel een mooie bank, maar het is wel een saaie bank. Ik moet wel een goede bank hebben natuurlijk, hè. Zijn goedkoop deze banken allemaal, zeg. Welke kleuren kunnen we kiezen? Oh, dat is wel echt heel kleurvol allemaal. Oh, nee, dat vind ik niks. Dit is wel een strakke bank. Oeh. Nee, dat is niet. Dat is niks. Wat is dit? Langwerpige duikplank, bank. Dit is echt hilarisch. Nee, dat vind ik niks. Dit is wel leuk, maar past die hier? Dat vind ik net niet, hè. Dat is net niet mooi. Wat is dit? Ik vind dit op zich wel een gave bank, moet ik zeggen. Alleen die rood, die past daar niet bij. Dus ik denk dat we beter gewoon een bruine bank kunnen nemen dan. Ja, oké, dat is perfect. En dan moeten we een leuke salontafel hebben. Oh, die is wat net te groot, hè. Dat is net even een te dikke joekel. Willen we dan een strakke tafel hebben? Maar dat is wel leuk, met een groen erin. Dat komt dan wel leuk eruit. Ik zal hem eventjes netjes zo neerzetten. En de tv, ja, die hangen we aan de muur. Dus dat is prima. Dan hebben we natuurlijk wel dit raam die we hier verkeerd hebben gedaan. Die doe ik eens even hier en dan komt hier ook niks. Dat moet niet echt een probleem zijn. In het echt kan dat dus natuurlijk nooit, hè. Dat er even zit zo... Ja, nou ja, dat moet even weg dan. Beter zicht. Het is allemaal wel duur altijd. Nou, ik doe wel deze. Het is een goede grootte. Oké, dus daar hangt de tv. Kunnen we nog een heel klein tafeltje onder zetten misschien? Nee, dat is niet nice. Dit is wel nice. Dat is net te groot allemaal weer. Hè? Dat past niet echt bij elkaar zo. Nee, oké, daar doen we gewoon niks onder zetten. Dat is prima. Een open haard. Ja, dat geeft weer brand. Dat vind ik ook weer eng. Staat zo meteen de boel weer in de hens. Dat is niet echt ons ding. Krabhalen, nou, dat hebben we sowieso wel nodig. Want die hebben die kakbeesten natuurlijk. Maar die kunnen dan wel mooi hier ook een krabhaal doen. Zo. Kunnen hun daar een beetje zitten. Nou, hun hebben eten nodig. Kijk, dit ziet er goed uit. Hier kunnen ze eten. We hebben natuurlijk katten, dus die moeten we wel een beetje helpen. Zo. En dan deze doen we hier. Zie, dan hebben ze het een beetje goed voor elkaar. En een kattenhokje hier zo. Zo. Even een beetje ruimte tussen maken. En dan moeten die beesten ook poepen. En dat is belangrijk, dat we dus wel even een kattenbak vinden waar die kan poepen. Waar kunnen die beesten poepen? Ah, hier. Zo, nou is dat even het kattenhoekje, weet je wel. Dan kunnen ze daar gewoon lekker in gang gaan. Dan hebben die katten niet te veel in de woonkamer, dat is perfect. En ze heeft heel veel beesten meegenomen, dus we zijn al lang niet klaar. Maar we moeten het er maar weer mee doen, hè. We moeten het er maar mee doen. Oké, dan loop ik even een kleedje uit te zoeken. Oh, dit is wel gaaf voor hieronder. Ja, dit is vet. Even kijken, wat hebben we nog meer? Dit is ook wel vet, hoor. Ah. Ik weet niet of ik deze kleur mooi vind, trouwens. Hebben we een andere kleur? Groen. Grijs. Dat is beter, denk ik nog. En... Zou ik die bewaren daar? Ah, kan ook wel. Dat is wel nice. Ik vind het kleed misschien net te groot. Wat zeggen jullie van? Zal ik hem gewoon laten? Oké, ik laat hem. Oh, dit is gaaf. Nou, die kan ik niet pakken. Dat is jammer. Die was vet. Holy moly. Holy moly. Holy moly.
kijken. Nou, dit hoeft niet zo groot hier allemaal, jongens. Dat is gewoon even als je binnenkomt, welke mooie, mooi vierkant kleed of zo. Gewoon hier zo, om dit een beetje op te vullen, weet je wel. Het is een beetje leeg hier. Ja, dat vult het wel een beetje op zo. Dat vult het wel een beetje op zo, dat is wel leuk. Toch? Ja, dat is leuk. Oké, een mooie lamp. Een mooie lamp, wat ik weer hier nog in de hoek een mooie lamp heb staan. Ja, dat is een lastige dit, hè. Ik zoek een staanlampie. Waarom zie ik die niet gewoon staan? Oh ja, hier. Witte kap. Oké, dan doen we die in die hoek. Ja, dat is goed. Meer heb ik niet nodig, zo in die hoek, denk ik. Een beetje kunst is wel leuk om te hebben, natuurlijk. Een beetje mooie kunst wil ik hebben. Antieke geschiedenis. Kijk, dat is wel gaaf. Om ergens op zo'n kamertje te hangen even. Daar kan net iets groter schilderij. Dus moeten we even een iets groter hebben. Wat is dit? Ah, dit is wel vet. Ja, oké, dan doen we die daar. Daar heb je dan gewoon een... Nou, daar hadden we de plek voor. En zo'n bloem hier boven de bank of zo. Nee, dat kan niet. Oké, die is te groot. Zoiets boven de bank. Ah ja, perfect. Zo, die doen we boven de bank. En dan wil ik hier bij de eettafel ook nog een schilderij hebben, zo. Gewoon omdat het gaaf is. En omdat het er nice uitziet. En dan kunnen we nog een ouderwets schilderijtje of zo hier ergens boven hangen. Oké, dat is perfect. En nou verdenk ik me opeens van, ah, we moeten een afzuigkapje hebben. Dus dat gaan we wel even doen, want dat is wel belangrijk. Oké, dat is een hele lange, dat hebben we niet nodig. Dat is een redelijk lange. Vind ik niet zo mooi. Moet hem mooi hebben. De schilderij hangt trouwens aan de weg. Zo. Wat is mooi dan? Waarom is dit allemaal zo lelijk? Nou, deze geeft licht, dat is wel leuk. Kan ik die gewoon draaien? Dan is het goed. Ja. Gatsidari, hangt deze nog steeds in de weg. Ja. En dan deze zo draaien. Dat is voor een tweepersoons ding of zo deze eigenlijk. Nou, dat is op zich wel gaaf. I like that. En dan doen we er uiteraard een alarm bij hangen. Want je weet hoe vaak dit fout kan gaan. In the world of Simpsy Simpsy. Zo, plaatsen we die daar. En hebben we die altijd in de buurt. Dit is gewoon belangrijk, jongens. Altijd in de buurt houden, die brandblusser. Oké, dit is wel nice aan het worden zo. Dit is een lekker huisje zo. Dit kunnen veel mensen chillen. Het is knus. We hebben een tv, we hebben een bank, we hebben stoelen. Iedereen blijft zo bij elkaar, omdat je dat in één lijn hebt. Dus dat is gaaf, dat is vet. En de buitenkant moet nog dik worden. Ik denk dat de buitenkant wit gaat worden trouwens uiteindelijk. Of zo, met de andere kozijnen erin en een oranje dak. Om het heel zo tropisch te maken. Maar omdat we nu nog in het gras wonen, is het nog niet echt tropisch. Dus doe ik dat nog niet. En ja, dit was het wel voor vandaag. We gaan de volgende keer het even huis afmaken. Kijken wat ze van ons nieuwe huis vinden natuurlijk. Want het is een hele dikke shit geworden nu. En dan gaan we gewoon eens even leven. En kijken of we een beetje kunnen carrière maken. Kind maken. Kinderkamer opmaken. Dus dat wordt hartstikke leuk. Als je het leuk vond, doe het duimpje lekker omhoog. En als je tips hebt voor ideeën of zo, laat het even weten in de comments. En tot de volgende keer. Yo, yo, yo. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk als je het leuk vond en het duimpje omhoog te doen. Als je merchandise wil, link daarvan staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Yo, 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 yo.